Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Het punt is dus alleen dat Red Bull op dit moment nog niet lijkt te weten hoe ze moeten reageren. En. Um... Ja, dat is, dat, is, dat is het zorgelijke aan dit verhaal. Radio Check, loud and clear. Welkom bij De Board Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Nederland. Mijn naam is Bas Scharwachter en uh, ja, ik zit hier met Patrick Moeken. Goedenavond, Joost Nederpelt. Goedenavond. Vanuit, vanaf het circuit op Zandvoort? Ja. Het is, de, de zon gaat onder. We zitten nu in het uh, mediacenter in een soort bijkamertje. Hè, met, uh, volgens mij is dit de Red Bull Lounge. Ik word nu aangestaard door uh, een pop uh, die Max Verstappen moet voorstellen. Ja. Is een, uh, met zijn gele helm op. En uh, ja, het, uh, het is een beetje aan het leeglopen. Het is, uh, we ja. zijn nu een uurtje of drie, vier na de race. En het uh, mediacenter loopt leeg. Ja, als je af en toe wat stemmen op de achtergrond hoort, dat zijn dus andere journalisten die ook nog even nagenieten van, van deze race. Waarin Lando Norris heeft gewonnen, Joost. Op een manier waarvan ik denk oef, als, uh, ja, met een oranje bril op eigenlijk. Uh, als in de, die dekpijn. Ja, wat een slechte vraag. Ja. <laughs> ja. Maar je snapt wat ik bedoel hè? Ja, het was een Verstappiaanse overwinning. Ja. ja. En uh, misschien waren er lang nog vragen of McLaren nu de benchmark is. Weet je, dat lieten ze natuurlijk in Hongarije zien, maar dat was eigenlijk maar één keer. Want in Spa lukte het niet en op andere circuits lukte het ook niet. Uh, maar nu, uh, ja, nu zijn alle twijfels over McLaren in ieder geval wel weg. En ja. Uh, ja, Dat zorgt ook voor zorgen bij Red Bull. Ja, twijfels over Norris nog niet misschien. Hè. Dat, uh, misschien wel minder, maar bij de start werd hij toch wel even gepiepeld. Ja. Maar hij had vandaag wel echt de snelheid om, uh, ja, om, om, om te domineren in Zandvoort. En ja, deze zege deed eigenlijk gewoon denken aan Verstappen in zijn beste tijd. Hè. Ook hoe hij nog die snelste raceronde klokte op het eind. Ja, dat, uh, dat hebben we niet veel coureurs zien doen. En als Verstappen dit doet, dan zeggen we ja, die doet denken aan Schumacher in zijn beste jaren. Of Hamilton. Of Hamilton. Ja. En uh, nu doet Lando Norris het. Dus uh, ja, ik denk eigenlijk gewoon... Uh, een van zijn beste races uit zijn loopbaan. In ieder geval zijn mooiste zegen. Is ook niet zo heel moeilijk, het waren er maar twee, maar <laughs> ja, <nee>. nou, <laughs> hij mag dat, er bezig. Dat is ook zoiets, je zegt het is zegen nummer twee. Voor mijn gevoel heeft hij de, in de afgelopen vijf races uh, minimaal drie keer gewonnen, maar dat... dat... Het is een beetje een gek gevoel, want het is natuurlijk ook ja, niet Dat zo. zei uh, Christian Horner zei dat ook al: van um, uh, we hebben natuurlijk nu heel erg de, de tendens dat McLaren heel sterk is. Ja. Maar Lando heeft eigenlijk maar twee keer gewonnen. En uh, dat tot Horner brekend Ik heb het niet naberekend, maar die zei: dit was ook pas de vierde keer dit jaar dat iemand inliep op Max. Uh, ja over dat soort cijfertjes heeft Horner wel praten. ja, je ja weet, je dat weet dat precies altijd heel goed ja, de boel die... te nuanceren ja. Ja. maar om eerlijk te zijn als we het daar meteen over mogen hebben uh, de snelheid van McLaren heeft al tot zorgen gewerkt uh, uh, voor zorgen gezorgd ja. uh, vier dagen antwoord naast Patrick Moeken beginnen met me een beetje op te breken ook, taalkundig um, Helmoet Marco, die nou, zei, <laughs> Helmut Marco die was wel echt uh, ja, die was bezorgd over uh, hoe snel McLaren vandaag was. Dan is 70 punten uiteindelijk ook maar 70 punten. Uh, en vaak is Helmoet Marco wat meer de stem van, het, uh, van de onderbuik bij Red Bull. Maar ook Horner, uh, we hebben eerder in het jaar natuurlijk wel vaak meegemaakt dat hij uh, nou, echt de boel aan het bagatelliseren was en dat het allemaal wel meeviel. Maar ook die zei nu wel van ja, die voorsprong van, van Maxi kan het best wel snel verdwijnen op deze manier. Zit er zit nog wel wat mits en mara natuurlijk en misschien is dit een baan die wel heel goed bij de McLaren lag. Maar uh, daar nog was het zo dominant dat ja, datgene wat we altijd veilig achten, hè, die vierde wereldtitel van Verstappen, daar, ja, daar kan je nu serieuze vraagtekens achter zetten. Ja, dat is toch gek, want ik heb jou zelf nog Joost in de vooruitblik horen zeggen. Er is helemaal geen titelstrijd, daar moeten we het niet te veel over hebben. Maar Moeke, ook zelfs bij Joost heb ik gezien dit weekend, er begint wat te veranderen. Ja, maar ook omdat, omdat het zo groot is: hè. 23 seconden, wat we zeggen, hij had dus nog marge over hè, om die snelste race ronde te klokken. Ja, dus dat is het eigenlijk. De manier waarop Norris wint, dat zorgt voor zorgen. Ja, gewoon een waanzinnige dominantie. Hè. En nu zit Norris ervoor, maar in principe had Piastri er ook weer voor kunnen zitten. Dus wat dat betreft, beperkt verstappen gewoon wel nog steeds heel erg te schaden. Dat is ook belangrijk, want ieder puntje gaat nu tellen. Ja, uh, dan blijft het ook weer dom. Uh, vind ik nog steeds McLaren dat ze die zegen van Norris in Budapest hebben afgestaan. Hè? Want je ziet nu toch hoe belangrijk dat kan gaan zijn in een seizoen waar ieder punt nu gaat tellen. Hè? Want zo gaan we gewoon denken. Ja, dat uh, speelt ook een beetje mee in het onderbuik toch, Joost? Dat, dat, die had hij natuurlijk moeten winnen. Dus dat is alweer ja, een, een zegen op. erbij. Ja. ja, maar die won hij niet. En, en, dat dat, weet ik. De, ja. Het is wel terecht dat Boeken dat opnoemt. Want uh, um, kijk, het, natuurlijk, dat zei Horner ook. van uh, Als we dit beeld van vandaag nog negen keer gaan herhalen. Uh, dan, okay, dan wordt het heel lastig voor, uh, voor Max om die vierde titel uh, vast te houden, zeg maar. Ja. Uh, maar de vraag is natuurlijk of dat zo is. Uh, er, komt, er komt echt nog een hele keur aan allerlei verschillende circuits aan. Waar, nou ja, Norris heeft tot nu toe ook gewoon, dat moeten we hier eigenlijk ook bij zeggen, en dat was in Hongarije misschien niet zo, maar ook moeite om te winnen. Om die snelheid om te zetten in overwinningen, in grote happen uit de voorsprong van Verstappen. Ja, dat lukt ja. hem dan vandaag. Uh, uh, maar dat heeft hem natuurlijk ook, is het hem ook heel vaak niet gelukt. Dus dat beeld wat we vandaag zien, dat gaat zich niet nog negen keer herhalen. En Verstappen gaat ook nog wel een race winnen, denk ik. Dus <laughs> ja, uh, ik, ik, wil, ik snap de alarmbellen bij Red Bull. Ik snap dat we nu wel over een titelstrijd kunnen gaan praten. Maar nog steeds is Verstappen verreweg het favoriet om gewoon de vierde titel te pakken. Nou, moet ik wel zeggen, Moeker, er komen nog twee circuits aan. Uh, Singapore en Baku. Die waren zelfs in de dominante jaren, de afgelopen twee jaar van Verstappen, daar was hij ook al niet goed. Nee, Singapore, niet. daar gaat hij geen top 5 halen. Nee, precies. En dan gaat het, uh, we rekenen nu dat het zeven punten, maar misschien wordt het dan wel ook, uh, ook harder. Tegelijkertijd ja. moet Norris natuurlijk nog wel die races winnen. Hè. En dat is ook Verstappen geluk geweest, Red Bull's geluk geweest... dat we zoveel verschillende winnaars uh, hebben ja. gehad. Het enige wat wel echt zorgen baart voor Red Bull... Uh, ja, Joost heeft dan Horner en Marco gesproken... en ik ben dan bij de persconferentie met uh, Verstappen geweest... is dat ze gewoon niet weten waar het probleem zit. Verstappen zegt ook, ergens na het begin van het seizoen... is er iets gebeurd waardoor die auto gewoon minder prettig voelt... Uh, en we weten niet waar het zit. Hij zegt ook van ja, F1 is ook een gecompliceerde sport, hè? dus het is ook niet zo dat je even met je vingers knipt en dan de oplossing aandraagt. Hij zegt alleen ja, we hebben wel heel veel dingen geprobeerd en het helpt allemaal niet. Nee. En eigenlijk is het tegenovergestelde met McLaren aan de hand. Ja. Die introduceren nu weer gewoon een update een, een aardige update waarmee ze performance willen pakken. En die pakken ook gewoon meteen weer performance. Norris die zegt gewoon: uh, de auto voelde weer een stuk beter dan voor de zomerstop. Uh, we hebben onszelf eigenlijk verrast hoe goed deze auto was. Ja, iedere update is raak, hebben we ook al een paar keer gezegd dit seizoen. Uh, en dat is gewoon zorgwekkend ja, en voor aan Red andere we gaan kant... verstappen. Ja, want dan heb je Red Bull, die of eigenlijk verstappen, die is teruggegaan naar een vloer die hij in Bahrein al had. Ja, Red Bull was sowieso een beetje aan het experimenteren dit weekend. Ja. Um, maar even, maar hoe, hoe zit het? dat dan? Want dat, dat is aan het begin van het seizoen. Dat is vijftien races geleden. Ja. Die, die hele ontwikkeling van die vloer, die gooi je dan eigenlijk in de prullenbak. Ja, prullen ze bak. hebben niet elke week een, een andere vloer. Nee, dat is waar. Um, en uh, het, het is nog steeds een vloer die ontworpen is voor deze auto. Dus het is ook weer niet te extreem. Het is meer gewoon een, een teken van dat Red Bull aan het zoeken is. En dat zei Marco ook. Uh, we reden met uh, verschillende configuraties. Dus uh, ja. Peres die reed vandaag met een andere auto dan Verstappen. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is een beetje wat ze aan het doen zijn op dit moment. Proberen te, te, te meten, te kijken wat bevalt. Nou ja, de hoop was nu gevestigd blijkbaar op de laatste 10, 15 ronden van Perez. En dan denk ik dat ze vooral kijken naar hoe de auto met de banden omgaat. Uh, waarin Perez dus blijkbaar wel snel was. Hij uh, ging volgens mij van de vijfde naar de zesde plek. Maar waarom zeg je blijkbaar snel? Waar zit dat in? Nou ja, omdat ik zelf niet de slotfase fase rondetijden van Perez niet in de gaten heb gehouden. Ik weet niet of jij dat wel hebt gedaan. Nou, ik, de vraag is meer van... Uh, want we, we hebben dit buiten opnames al besproken. Maar waarom, waarom heeft Red Bull in één keer zoiets van... Daar moeten we naar kijken en dat geeft een positief nee, als gevoel. Als je aan het testen bent eraan aan het vergelijken bent met twee verschillende auto's in een race... En je ziet dat uh, relatief, hè, want ik denk dat je wel zo moet kijken... Als je Perez en Verstappen als coureurs gaat vergelijken. Uh, Perez zat natuurlijk in de race, als je het bekijkt... Nou, na de afgelopen paar races, relatief dicht bij Verstappen dit weekend. Relatief, zeg ik er heel, heel duidelijk bij. En daar vestigen ze dus blijkbaar ook op. Want ze hebben Perez met een andere soort auto... Eh, nuan, het zit in nuances, maar met een ander soort autopad gestuurd. En Perez deed het opeens best wel goed. En dan denken ze, nou, dan is dat misschien de richting waar we in moeten gaan. Dus uh, uh, ja, dat is nu het aanknopingspunt. Het is geen heel solide aanknopingspunt, ja, maar het is een ja. aanknopingspunt voor Red Bull. Ja, het, het zegt eigenlijk alles dat dat geen solide aanknopingspunt is dat Perez helemaal zelf niet ja, tevreden was met deze race. Nee, het is ja. een, een opvallende uitspraak. Want die uitspraak kwam dus van Horner, waar je het dan over... Ja, ja Horner ja, de, zei de dat, Joost, het, ja. dat Perez een uh, hele solide race had gereden. Nou, ja, Perez, Perez vond van niet. Nee, maar dat vinden nee, wij toch, toch ook niet. Nee. Hij, ging, hij ging van de vijfde naar de zesde plek. Ja, ja wie, wie zei ik wel? Had, ik had er meer van verwacht. Ik had gehoopt op een podium. Ik had gehoopt dat ik naar voren kon rijden. Ja, dat lukte me niet. Dus uh, ja. nee, die was eigenlijk helemaal niet, uh, niet zo tevreden. Maar als, als Leclerc een podium kan halen, wat, wat doet Perez dan op P6? Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat Perez ook zo denkt. Ja. Wat ook hartstikke logisch is. Ja, het, het geeft ook nog steeds de teneur aan bij, bij Red Bull. Hè. Natuurlijk wil je als Horner zijn de, uh, positieve dingen eruit halen. Dat heeft hij in de races hiervoor heel vaak gedaan door naar de WK-stand te wijzen. Door te zeggen dat er niks aan de hand is. Dat Verstappen uh, toch nog zijn auto goed genoeg was om te winnen. Dat zei hij uh, naar Spanje dan. Uh, dat heeft hij veel vaker gezegd. Ja, dat gaat nu niet meer op natuurlijk. Dus ze moeten ook andere dingen bedenken. Alleen het is wel een beetje een zwakte bot. ...om dan maar vast te houden aan, uh, aan de goede race van Perez... Die, ...die helemaal niet zo goed was. Nee, nee opmerkelijk eigenlijk. Um, maar maar wat ik, waar ik nog even dan op terug wil komen... ...want ja? um, uh, ik zei dus in de Heen-podcast... ...dat Verstappen zelf dus te goed is... ...om dit nog een spannende titelstrijd te laten worden... En, en als je dan als... Ja, Joost, dat zei jij. Ja, nou, maar dat, daar sta ik nog steeds achter. Okay. Want als je dan uh, opzomt wat er, wat er dit weekend allemaal gebeurt. Um, dus ze zijn aan het experimenteren met de auto. Uh, ze weten eigenlijk niet waar het probleem zit. Dus ze zijn echt zoekende Red Bull. Dat, dat is wat iedereen zegt, wat Verstappen zelf ook zegt. Ja. Um, en uh, ze sturen dus de auto's met verschillende configuraties op pad waaruit. Dus zeggen ze zelf na afloop. Dus Marco zei dat en Horner zei dat onafhankelijk van elkaar, waarbij Pres duidelijk de. Be de betere configuratie had. En toch wordt Verstappen tweede in de kwalificatie. Terwijl er een paar auto's meededen. die volgens mij sneller wa waren dan hij. Dus in, in ieder geval die van Piastri. Hij wordt tweede in de kwalificatie. en hij wordt ook nog eens tweede. onbedreigd in de race. Uh, en ja, dat is dan toch gewoon Verstappen-power, zeg maar. En die is de schade aan het beperken. En ja, dat kan je toch aan hem, ja, wel aan hem overlaten. En dus uh, wat dat betreft. Uh, heb ik er voor Verstappen nog wel vertrouwen in dat hij ervan uitgaan dat Norris dit niet elke week laat zien dat hij echt nog wel uh, dat hij echt gewoon die, die, die buffer wel tot op zekere hoogte kan verdedigen. Ja, ja, ik hier, zie je dat te kijken, maar... Zo grappig, we, we zitten hier dus in een ruimte. Ja, en ik zit echt je, dood te erg. Ja, ja maar je hebt, je hebt één categorie collega's... die zijn het alle... Twee categorie collega's die zijn heel uh, luidruchtig. Dat ja. zeg ik, en dat zijn de, de, de Duitsers, natuurlijk. Ja. En, ja, zo natuurlijk. En, nou, dat zijn echt luidruchtige ja. luiden hier in de... En het zijn de Spanjaarden. En, ja, echt, is, en dit waren de Spanjaarden. En het is een openbare ruimte. Zo, ja, echt, het is een openbare ruimte waar we zitten. Maar de, ja. die, ze praten zo hard. Ja, dat, maar de, en, de, ik, soms kijk ik ze ook aan van hallo... Je hoeft, ik snap dat je het is een paar ruimte ja, je mag gewoon praten er We zijn nu weg dus laat ja. let it go Het, mooie, het mooie ja. aan in Spanje in het mediacentrum heb je niet heel gek maar er zitten heel veel Spanjaarden ook in het mediacentrum in Spanje ja ja uh, maar daar had je dus ook gewoon een paar radiocommentatoren achter me ja maar die heb je, ook ja, die heb je ook in andere landen. je ook wel andere landen. ja nou ja. dat was helemaal verschrikkelijk. Ja. dus had ja. ik zo ik moest tikken en, <racht> <racht> niet, ik had ook op de, op de spelers, was ik bij Djokovic Nadal en dan zit je in de mixzone te wachten. En dan zat er ook zo'n Spanjaard voor die tv, dan verslag te doen op de Spaanse Radio 1. Gewoon mini in die, in die mixzone. Het maakt dus ook allemaal helemaal niks uit. Nee. Iedereen is gewoon aan het interviewen. Ja, ja. ja. sorry, heel random. Nee, uh, nee, dat, dit is ja. dat het grappig is want de, de, van de Spanjaarden, de, de collega's, daar zit er één bij. Uh, die komen er ook bij staan op een gegeven moment. En die, ja, die als langer. die belt in het mediacentrum. Nee, nee, een andere, oh, die andere. En als die belt, in het die, die, dan gaat hij zo hard schreeuwen. Dat ze, <laughs> ja, maar. Waar je ook ter wereld bent, dat ik denk dat ze hem ook zonder telefoon in ja, Spanje dat, nog kunnen horen. Dat, dus ja, echt. Ach. Ja. Ach, maar wij Nederlanders zijn natuurlijk altijd heel fatsoenlijk overal waar we ja. ons ter wereld uh, vertonen. Ja, waarschijnlijk heb ik, ik heb zo veel zo'n ruzie maken met beveiligers dit weekend. Uh, jij werd vaak tegengewerkt dit weekend. Ja. ja, hè, ja poortjes uh, die niet doorbochten. Ja, ja. Dan heb je dan heb je, dan zie je mij van mijn slechte kant. Maar we hebben het zelf gedaan. Even terug. Want de vraag die Hoofd had? Sorry. Leuk. Uh, nee, is er paniek in de tent bij Red Bull? Oh, sorry, ik snap van die pas. Het kwartje viel heel laat. De Passeta viel heel laat bij Moeken. Uh, sorry. Nee, even, want Moeken, jij ja. uh, hebt, hebt die persconferentie gezien met Max Verstappen. Uh, je hebt daarna ook de quote van Red Bull gelezen. Ja, ik heb wel het gevoel dat er een bepaalde soort van paniek bij Red Bull is, maar dat willen ze niet uitstralen. Uh, nou, het, in ieder geval, is het, het, de zorgen zijn duidelijk. Die zijn overgekomen. En het grappige is, Verstappen heeft die zorgen eigenlijk al gehad. Ik heb het net nog even opgezocht. Sinds de Grand Prix van Monaco, waarin hij zesde werd. Toen dachten ja. ze nog van, nou, dat, daar is eigenlijk de ommekeer gekomen. Hè? Want daar uh, zag je echt dat die auto niet over de stones ging. Dat hij moeilijk te draaien was. Oh ja. uh, daarna hebben we nog Canada gehad, waarin hij eigenlijk niet de snelste auto had, maar wel won. Spanje gehad, waarin hij datzelfde meemaakte, maar wel won. Uh, maar Verstappen was in Canada en Spanje ook al erg aan het klagen. Ja. En toen heeft Red Bull en met name Horner heeft altijd gezegd. Hij loopt nog steeds uit. Hij heeft goed genoeg materiaal om te winnen. Het is ook logisch. Hè, de regels zijn onveranderd. Uh, de rest komt dichterbij. Het komt, komt allemaal goed. Dat, dat was eigenlijk de neur bij Horner. En pas de laatste race is dat gedraaid. En het grappige van Verstappen vind ik dus eigenlijk uh, nu. Het was voor hem eigenlijk heel makkelijk geweest vandaag om te zeggen van. ja. Ik zei het toch? Ik zei het toch. Hier, dit roep ik al maanden, want dat doet hij. Dat ja. weet, daar, we, daar zijn we ja. getuigen van. Ja. Dit roep ik al maanden. Uh, ja, dit is jullie eigen schuld. Maar dat zegt hij dus niet. Hij zegt nu eigenlijk van ja, uh, we moeten niet in paniek raken. Uh, als hij er naar gevraagd wordt, uh, zegt hij, benadrukt hij heel erg dat Red Bull heel erg aan het werk is. Uh, we zijn een topteam. Uh, Formule 1 is gecompliceerd. We kunnen niet zomaar omdraaien, dus dat hoef je ook niet van ons te verwachten. Dus eigenlijk neemt hij het nu weer heel erg op voor zijn team. Dus ergens ja, staat hij wel weer ja, maar, een soort van boven de partij. dat is toch diplomatiek ook wel gewoon. En dat moet hij ook doen. Ja, maar denk ik. maar het, is gewoon al, het is heel anders dan die, hoe die was in eerdere races. Ja, in Budapest bijvoorbeeld nog. Ja, maar je merkt nu wel gewoon dat de, de urgentie er blijkbaar wel is bij Red Bull. Inderdaad, als je naar de, naar de woorden van Horner luistert, die, die gewoon echt wel doorheeft nu dat het menens is. En kijk, misschien had hij dat wel door. Want de man is ook niet helemaal gek natuurlijk. Hè? Alleen ja, wat, wat communiceer je naar buiten toe? En, en ook vandaag weer dan zitten we met een in het uh, Red Bull Motorhome en dan Begint hij eerst weer een beetje in de verdedigende houding? Zo van: Nou ja, het gaat eigenlijk allemaal nog wel oké. Okay. En uh, dit is pas de vierde keer wat ik net zei dat er iemand ja. inloopt op Verstappen. Maar als je dan dol vraagt, oké, okay, dan, dan uh, is het toch echt wel van: Ja, dat gat wat Verstappen heeft, die buffer van 70 punten, die kan zomaar verdwijnen. Dat, dat kan heel snel gaan. En uh, we, we moeten reageren, zei hij ook vooral. Uh, het punt is dus alleen dat Red Bull op dit moment nog niet lijkt te weten hoe ze moeten reageren. Ja. En. Uh, ja, dat is, dat, is, dat is het zorgelijke aan dit verhaal. Uh, en dan toch denk ik, en dat zei Horner ook wel, uh, schade beperken, dat, dat kan Max heel goed. En ja, dat heeft hij dit weekend uiteindelijk toch ook wel weer gedaan, toch? Dat, uh, zo, moet je, zo eerlijk moet je ook zijn. Ja. Kijk, en... volgens mij hadden we het in de, de Heen-podcast, hadden we het over dat seizoen 2009, dat Jensen Button met die Braun in het begin van zo'n seizoen race won en daarna alleen maar damage control moest doen ja in die situatie zit verstappen nu een beetje en ik denk ja Butten werd toen uiteindelijk ook kampioen ja. eh, dus eh, ik denk dat dat verstappen dat echt wel lang uit kan zingen hoor dat dat daar geloof ik echt wel in ja, of ja, je krijgt in 2013 ja. met Vettel ja dat dat Nor Norse in één keer alles gaat winnen ja maar dat zie ik dus ja ik weet niet Norris moet dat echt bewijzen want ja wat je zegt het net zelf dit was pas zijn tweede overwinning uh, ja, maar je we moet hebben ook nog zorgen niet zo dat je niet gezien. Dat is het nee, nee, dat dat wat maar we je vandaag geleerd. Even. Is zo, maar je moet ook niet helemaal in de waan van de dag belanden: van kijk, dit, dit, was, oh, dit, dit was één Grand Prix. waarin We hebben nu twee, hebben we twee Grand Prix gehad, denk ik dat je dat zo kan stellen: waarin McLaren echt heel goed was. Hongarije en deze. Ja. Wat hebben die twee banen met elkaar gemeen? Veel. Dus ja de typische. ik we moeten ja. het ook nog op mond hebben snel ook nog in Baku Baku ik moet het ook nog in Singapore zien ja. Uh, ja. Mercedes won na, voor deze race drie van de vier races niet allemaal op snelheid maar ze wonnen ze wel uh, dus ja. Ja, weet ja, dat, je. Is, dat is het natuurlijk ook hè. stel Mercedes gaat weer winnen en uh, Norris eindigt derde of vierde ja. en we stappen vijfde ja dan, dan gaat het natuurlijk heel langzaam precies en er zit en de tijd ook in het voordeel van verstappen en er zit ook nog een inherente zwakte in, in Norris zelf ja. en die hebben we vandaag ook weer gezien Hoewel, ik denk dat we stappen vooral gewoon een hele goede Waar start. Waar bij, bij de start. Ja. Ja, nee, oké, okay, maar het gebeurt wel weer. Maar dat is toch ook de auto. Is ook de auto. Want Jassi had ook een slechte start. Ja, dat is de auto, maar het is zijn auto. Nee, ook, ja. maar je ziet even het over Norris als persoon. Ja, ja oké, okay, maar dat gebeurt wel steeds. Uh, ja. Volgens mij uh, heb jij zelf berekend dat ze elke keer als Norris van Pol start, dat hij dan niet als eerste naar ja, de eerste bocht komt. Dat klopt. 6 uit 6. Ja. Uh, ja. Ja, dat is ja, ook, dus, ook, dus, ook dat is van niet goed. Ja. En ik denk dat het trouwens vandaag vooral was dat Verstappen een hele goede start had. Maar, uh, ja, het, ja, want ja, ook als je kijkt wat achter zat met een Russell die uiteindelijk aansloot op P3, geloof ik. Ja, dat, de, die verschillen waren helemaal niet zo groot. Het is niet nee. dat Norris ook daarachter terecht kwam. Nee, en, maar ja, dat echt... kan op Singapore weer gebeuren. Zelfs ik zeg het nog, dat kan op Monza weer gebeuren. Ja. Waar het ook echt niet makkelijk in aan is. Dus, ja. weet je, uh, het, het alarmbellen, uh, ja. Uh, totale paniek om de vierde wereldtitel van Verstappen, nee, zeker nog dan niet. heb ik wel één dingetje nog. Als Norse heeft uh, als hij nou alles wint... Want die gaat gebeuren. Wat niet gaat gebeuren, dan ja. heeft hij vijf keer de snelste ronde nodig, dan is hij wereldkampioen. Dat betekent eigenlijk dat Lennon Norris alles zelf in de hand heeft. Hij ja. heeft de titel dat zelf. Dat in... mooi. Nee, maar hij heeft de titel ja. in eigen ja. hand. Ja. Kijk, ik ben ook voetbalsupporter, zoals je weet. En dan hoor je ja. dat uh, heb je dat trainers ook wel eens horen zeggen. Ja, ja. Maar ja, we hebben het allemaal in eigen hand. Ja, het is een feit. Want als Verstappen alleen maar ja. tweede wordt en Norris wint alles. Het is een, en f... en vijf het keer is een keer feit, feit maar het is een waardeloos feit. Want ja, 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 je hebt het in eigen hand, maar er zijn zoveel factoren, zeker in de smid ik moet dus ja. even hypen. Ik geloof helemaal in die titelstrijd. Op dit ja, moment. jij wil dat er een titel nou, nee, nee, nee. is. Nee, echt niet. Ik wil niet. Ik zie het gewoon helemaal fout gaan eigenlijk. Nou nee. ja, het, dat kan je nu zeggen. Maar volgende week na de, de Grand Prix van Italië, als Ferrari daar opeens gewonnen heeft. Maar dat en, wordt wel eh, een hele, hele belangrijke, denk ik. Ja. ja, elke race wordt nu heel belangrijk. Ja, ja zeker. Ja. Nee, ook, nee, maar, ja, ja, maar vooral deze ja. fase van het seizoen. ja je, je moet stappen, nu die, die stappen zetten. Stappen winter nog ja. twee, dan is het ook wel gewoon klaar. En dat kan zomaar gebeuren. En, uh, ja, elke keer dat hij boven Noors eindigt, dan kan je wel afvinken en dan wordt het moeilijker en moeilijker. Dan moeilijk. krijg je een soort, ja. uh, wat is het, uh, 2022 seizoen uh, na Leclerc die dan uitvalt in Frankrijk, weet je ja, wel. Op... Ja, en dan is het zomer opeens toch beslist. Precies, ja. En dan hebben we weer een hele andere uh, ja. teneur. Dus ja. het, het zou kunnen, alleen dan mag McLaren geen fouten meer maken en Noors helemaal niet. Ja. En ze moeten, uh, of ze, moeten, ze moeten zorgen dat, dat ja, Noors toch de nummer 1 gaat worden. Als ze nu nog een keertje uh, scenario's zoals Budapest gaan herhalen, ja, dat... Ja. Dat lijkt me niet verstandig. Ja, we nog heel ja, even Piastri heeft vandaag volgens mij en dit weekend ook gewoon aangetoond. En ik ben een uh, Piastri-believer. Maar dat dat nu nog niet terecht is, ook bij McLaren. Om, om gelijke kansen nee, te geven. Klopt. Ze moeten nu alles op Norris. Nee, en helemaal niet in deze fase van het seizoen. Nee. nee. Anders was het 63 punten geweest. Hè? Ja. Kijk, bij 70, dat klinkt eigenlijk nog ongekend ver weg. Ja. Maar 63. Nee, ja, daarom. Dus uh, dat is niet gebeurd en daar, uh, daar zullen ze misschien uh, ooit nog spijt van krijgen bij, uh, <laughs> ja. bij McLaren. Maar ja, uh, je hoopt dat... voor ze van niet dat het gewoon 20 punten wordt. Op dat, punt, uh, op uh, wordt, dat uh, moment zelf snapte ik het alleen, ja, achteraf. Hè, dat, uh... Sorry, ik was even afgeleid. Jij was <laughs> <is> meteen afgeleid. <laughs> ja, het komt ik ook omdat als iemand iets aan het afbreken is. Uh, ja. de volgende keer gaan we gewoon weer lekker in ons studio zitten. <laughs> Zonder prikkels. <laughs> ja. ja, nee, we hebben wel genoeg prikkels gehad rondom het circuit om er toch even naartoe te gaan. Uh, wat is nou eigenlijk wat is overgebleven qua beeld van dit evenement? Wat een brede vraag, maar je snapt wat ik bedoel, Moeker. Nou, vandaag was wel weer één groot feest. Gekhuis, een, een mooi gekhuis, om het zo maar even te zeggen. Tino Martin, Hans Klok. Tino Martin op het Luxor. Echt, dat was ook. Genieten, Hans Klok. Ja, je, Hans Heb Klok... je dat niet gezien? Nee. Je hebt Jan Lammers tevoorschijn getoverd. Uit de eh? kist. <laughs> dat oh, was het altijd zo'n zo zo mooie vrouw die, die uit de kist tovert, wat je altijd op tv ziet. Maar ja. nu was het Jan Lammers. Met Jan de Lammers maker. die kwam opeens uit de doos. Wanneer deed hij dat dan? Vlak voor de start. Oh. Voor de onthulling van de beker. Ja. Ik, ik stond toen... voor het, uh, Wilhelmus. Ja, ik stond eraan. Ik was ook op tv. Te... Ik, ik stond toen te kijken of, uh, of ik stiekem een foto van de onderkant van de Red Bull kon maken. Maar uh, dat lukte weer niet. <laughs> prioriteit. Prioriteit. Ja, ja. Nee, maar dus, kijk, het gaat natuurlijk om, hè, de, 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 het evenement staat onder druk. Uh, de keuze ligt heel erg bij... Het evenement zelf willen ze nog wel doorgaan en zo ja. is het nog wel de moeite waard. Ja. Is er nog genoeg geld mee te verdienen? Ja. Ja, als we dan dit weekend weer zien, wel, wel, ja, wat blijft er dan achter? Nou, ik ]achtig? denk dat je dat, dat je qua beeld wel uh, mee moet nemen dat het uh, dat ze qua weer natuurlijk geen dat ze dat er geen mazzel hadden. Uh, in de zin van vrijdag was het heel winderig en vrijdag regende het ook al bij tijd en weilen. Vrijdagochtend was uh, beroerd natuurlijk. Ja. Ja. ja uh, nou, boek, dus... je boekte gelijk met je code geel, ja, ja. chaos, ja, dus, tornados. Ja. Zeker. Tornados op het strand. Dus dus, je, dus, dat, dus dat, daar, daar, kijk, ik denk dat dit wel een echte Miket is dat gebaat is bij mooi weer. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is, dat is wel zo. Want ja. als je de plaatjes van de afgelopen dagen vergelijkt met de plaatjes van mensen die in de duinen zitten wegwaaiend met een poncho strak op hun nek, omdat de windkracht zeven is. En was een gezondstraal, dat is echt niks leuk naja, dat was niet leuk. En, en dat komt niet leuk over op beeld. Maar dat is voor die mensen zelf wel helemaal niet leuk, wat het belangrijkste is. Ja, op beeld en, kan nou, het dan wel weer mooi over. Ja, nou voor de ramptourist misschien. En <laughs> um, natuurlijk lege plekken op de tribune. Daardoor dat zal da de, ongetwijfeld ook met het weer te maken hebben. Ook met dat het niet uitverkocht was. Maar als je dan vandaag kijkt en dan uh, voor de start, en dan zit die hele tribune hier op het rechtstuk vol. En volgens mij zat het overal redelijk vol. Voor iets wat niet ja. uitverkocht was. Ja, zeker. Uh, en, um, en dan is de sfeer weer bombastisch. En uh, ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan maakte vandaag toch wel weer veel goed. Maar tot vandaag had ik wel het idee van: nou, dit is wel de minste editie die ik heb meegemaakt. In ieder geval. Ja. En dat komt vooral door het weer. Maar ook omdat. Uh, de, de bus een beetje ontbrak, ja. zeg maar. En, uh, en dat heeft misschien te maken met dat we stappen nu niet maar de heb... favoriet of zo voor het publiek. Ja, heb, kunnen... ik, ik proef dat ook eerlijk gezegd een klein beetje bij mezelf. In 2021 was alles nieuw, was helemaal speciaal. Hè. Ging we gingen naar Zandvoort. Mochten en je we merkt nog fietsen over het circuit. Ja. Dat je denkt van dit is toch, we maken hier iets mee in ons leven. Dat... Ja, en het is nog steeds ongelooflijk bijzonder om een Grand Prix te bezoeken terwijl je gewoon in je eigen bed kan uh, slapen. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat merk je merk ik ook bij collega's veel. Uh, is het ook maar wel weer gewoon een Grand Prix. Want ook hoe wij deze podcast nu benaderen... we gaan niet hebben... wow, wat een, wat een uh, bizar evenement. We gaan meteen over de inhoud. Over verstappen die ja, ja, een lastige race heeft gedaan. Ja, maar, ja, maar gedaan. Dan gaat het uiteindelijk toch om. Nee, dat is ook zo. Nee, maar... maar dat was de eerste paar jaar was dat toch anders. Toen, kwamen we heel, al, toen waren we helemaal beduusd. Ja, omdat maar, het hier was. Tuurlijk, want op een gegeven moment is het nieuwtje ervan af. En, ja. en wordt dit inderdaad gewoon... en dat is ook niets meer dan logisch... en ik denk ook gewoon eerlijk richting de andere races... wordt het gewoon een race... En het is nog steeds een. Uh, qua uh, happening voor de start is het een. Uh, echt een, een uitschieter ja. in het seizoen. Want ik. Uh, ik sta op veel grids en moe ook. En wat je hier meemaakt uh, op zondag, dat is wel, dat is wel uniek. Uh, dat, dat vind je niet bij niet heel veel andere races. Zelfs volgende week in Italië is de bombastische sfeer niet er zoals die er nu is. Um, maar verder is het ja, is het toch wel uh, gewoon uh, de Grand Prix van Nederland zoals we die inmiddels zijn leren kennen. En uh, is het het hele nieuwe, ja, voor ons, dat is al de vierde keer, is er een beetje vanaf. En dan wordt het gewoon een normaal mooi evenement op een Formule 1 kalender waar nog veel meer mooie evenementen op staan. Maar dat is toch ook niet erg? Nee, nee, is dat, nee is, dat is mijn hele punt. Ja. Het is gewoon: ja. Ja, het is gewoon meer dan een race kunnen ze niet zijn. Nee. Meer dan een Grand Prix-weekend nee. kunnen ze niet zijn. Dus nee. ze moeten wedijveren met, met nog uh, 23 andere Grand Prix. En ze, ze zijn nog steeds een van de leukste om te bezoeken. Maar uh, ja, je kan niet. Uh, dus dat, daar hadden we het natuurlijk. Volgens mij hebben we het in een theatershow aan, aan Van Overdijk ook uh, gevraagd. Van ja. hoe, je kan niet elk jaar het wiel opnieuw uitvinden. Veel dingen die je hier nu ziet. qua entertainment buiten de baan. qua muziek en dans en andere praktijken. ja, dat zie je inmiddels ook bij heel veel andere Grand Prix. Dus ja, pr probeer dan maar weer opnieuw jezelf te onderscheiden. Nou ja. Dat zit hem nu in kleinere dingen. Dus dan is er op een, een bloemencorso. Dan hebben ze die vlaggetjesactie. Die volgens mij... 93.000 vlaggetjes. Uh, heel geslaagd ja. was. 93, dus ja. ja. En uh, uh, artiesten. Ja. En er wordt nog steeds... Maar ik moet en wel zijn, uitgepakt. Ja. Alleen... En, dat, maar, en dan hadden ze ook nog het geluk dat het dan vandaag uiteindelijk wel mooi weer was. Ja, de zeker. belangrijkste dag. Ja. En dat feest op het rechte stuk. Gewoon twee uur voor de race al. Dat iedereen op zijn stoeltje zit. En uh, die DJ erbij. Eén groot alles opzwepen. Wij ja. liepen ook nog door de pits nog Bas. Dat... Uh, en toen zagen we ook al die, al die Britten en die monteurs ook kijken van... Jezus, toch wel te gek, weet ja, je wel. Ja, en, ja, ja. en dat heb je natuurlijk wel echt alleen in Nederland gewoon. Precies. Zoveel gekke fans, die, die, dat feest. Ik heb... Moeten de cijfers misschien nog even afwachten? Maar ik heb geen wanklank gehoord van misstanden of wat dan ook. Iedereen dronk een lekker biertje. Ja. Maar volgens mij is alles hartstikke goed gegaan. Ja, ik ook niet. Ook, en... ook weer geen files, geen treinproblemen. Nee, ja. over... Het verkeersplan werd weer fantastisch. Hè? We, hebben ook, we konden iedere dag gewoon doorrijden. Ja, alleen bankklank over het weer. En nou ja, ja. we waren terecht. Ja, ja. dat ja. hebben ze niet onder ja. horen ja dat is ook zo ja het, ja, het is ook wel weer mooi en inderdaad het is wel als je dit vergelijkt zelfs met een Silverstone wat misschien ook wel echt een meer festival ja ik weet ja, is, niet, vind is, het ook inderdaad wel anders Silverstone is veel groter terrein natuurlijk ja maar ook en, dan heb je uh, inderdaad ook niet zo betreft een stuk al die chaos en in nee, de DJ's nee en... er staat er een, een een hotel bij naast de stad opstellen ja, de ja het is wel, jongens dus het is mooi het, nee dus verstand uh, wordt en dat dat is het een beetje ik, de aanloop en de, de eerste paar dagen waren moeizaam vooral door het weer ja. maar vandaag komt het allemaal toch nog goed en uh, dus uh, verlengen die handel? Ja, wat mij betreft wel. En, en alle internationale collega's die ik op de grid ook sprak, die zijn nog steeds onder de indruk over wat, uh, wat er hier gebeurt. Uh, dus... Zandvoort uh, heeft dat plekje op de kalender echt wel verdiend. Meer ja. ja, verdiend. Ja. Ja. En misschien is het ook juist wel leuk om te, te rouleren uiteindelijk met een België of met een Italiaanse ja, Grand Prix, zodat we ga, dan ook af en toe gebeuren. een jaartje vrij hebben en dan daarna weer dan. Wow, ik zie, hey, dat, het is niet, er weer. Ik zie dat niet gebeuren eerlijk gezegd. Nee. Nee, dat roleren. Dus nou dat al kan je trouwens maar één keer doen, want Verstappen is in 2028 uh, misschien <laughs> nee. wel weg. Nou ja, sowieso. Maar, maar twee al, keer dan? Ja. Uh, tien, je, het gaat al tien jaar over Grand Prix die misschien gaan roleren en het is nog nooit gebeurd. Nee. Nee. Dus het moet langzaam zijn. Eens moet de eerste keer zijn. Ja. We willen ook <laughs> weer een Portimão en een Mugello, We willen ook weer terug. Maar we gewoon zo. in plaats van de Woestijnrace. Dat uh, gaat niet ja. gebeuren. Maar, oh, dat <laughs> gaat niet gebeuren. Nee. <laughs> nee. Je nee. Nee. Nee, staan er uh, tot, uh, tot heel veel jaren vast. Uh, uiteindelijk, ja, die race was natuurlijk niet heel spectaculair verder. Ja, we hebben wat, wat strijd gezien rondom Russell, Piastri, Leclerc. Waarin uiteindelijk Leclerc met Ferrari de allerbeste strategische keuze maakte. Ja. Joost? Nou ja, Ferrari verbaasde niet, niet alleen ons, maar ook zichzelf. Ja, want, zo, uh, dat Dat ze zelf dachten, <laughs> wat hebben we gedaan? Ja, nou niet zozeer met die call, want die was gewoon goed. En uh, nou ja, dat kan ook een keer natuurlijk. Ja. Uh, maar vooral met dat, het werkte natuurlijk alleen ook omdat ze de snelheid hadden. Uh, want als, ja. uh, als Leclerc niet zo dicht achter de had gereden en Russell daarvoor. Ja. Dan had hij die undercut wel kunnen maken. Maar dan was het een, uh, een undercut uh, in de, de loosruimte. Ja. <laughs> ja, dus... Uiteindelijk, want van, het, van die strijd met, met z'n drieën ging Leclerc als eerste naar ja. binnen. In de trekkositie ja. en gaf dat nooit meer uit handen. Nee, inderdaad. En dat was uh, plan E, min 1, zei Fasseur uh, net. Ja. Uh, want uh, ze zouden eigenlijk naar ronde 50 stoppen. En toen dacht ze. Als we nou eens een rondje eerder stoppen, dan, uh, dan uh, komen we misschien uiteindelijk wel voor Russell en Piastri uit. Nou, dat deden ze gewoon hartstikke goed. Maar het ja. belangrijkste was, de snelheid was er opeens. En uh, Vasseur zei ook, ja, we, 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 we zagen echt op tegen dit weekend. We hadden echt lage verwachtingen. En tot en met de kwalificatie kwamen die gewoon uit, die lage verwachtingen. We ja, hadden dat de snelheid is totaal niet. Maar zonder is het de genoeg... 6 en 10? Uh, ja, uh, ja. Dus Leclerc kwalificeerde zich als zesde, uh, Sainz ging natuurlijk in Q2 al uit uiteindelijk tiende door die uh, disqualificatie van Alexander Albon. Uh, maar Sainz zei ja, ik stapte in de auto uh, met een volle tank en toen deed hij het vanaf de eerste ronde. Ja. Dus uh, ja, de dus, snelheid nou, hadden ze we vandaag wel. En dan zie je toch dat dat omgekeerde van wat ze vorig jaar hadden met uh, uh, goede pace in de kwalificatie wegzakken op zondag, ja. dat dat nu omgedraaid is, want dat Leclerc het tot aan uh, ronde 24 gestopt en dat hij het tot een einde volhield voor Piastri met zijn bandjes. Ja, dat is gewoon knap. Ik, op, dacht, ik dacht ook echt, want Piastri stopte natuurlijk wat later, dus hij verstere banden. Ja. En, ja, we dachten nog, nou, dat loopt wel los. Dat had een offset. maar ja, uh, Misschien gaat hij Verstappen nog aanvallen, dachten nee, we nog. Dus uh, goed nieuws voor Ferrari. En natuurlijk, eerlijk is eerlijk, uh, ze, ze hebben het slecht op dit moment. Ze gaan gewoon voor meten. Dat, nee. de, uh, Alleen uh, Leclerc reed natuurlijk in, in Spa eigenlijk ook al een hele goede race. Dus ik denk ja. dat Leclerc zelf ook wel in goede vorm is. En Sainz vanaf tien naar vijf ook gewoon knap. Ja. Dus, uh, en in Monza krijgen ze een update. Heel groot, hè? Ja. En dan, uh, dan moet het echt gebeuren allemaal voor ze. En we weten dat, dat we dat altijd met een korreltje Italiaanse zee zouden moeten nemen. Maar uh, ja. we, uh, we gaan het zien. Hè? Ja. Uh, ze ja. zijn altijd goed in Monza de laatste jaren. Dus dat, dat moet ik wel uh, zeggen. Ja, we gaan het in de gaten houden. Ja. ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel waar Verstappen stiekem ook wel een klein beetje op hoop. Dat, ja. dan dat soort. Teams nog van elkaar uh, dat, dat kan punt ook, gaan Nou dat ja, kan. dat zei Ferrari. We moeten het niet te lang over Ferrari, maar Ferrari zei wel, uh, 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 ook van ook, er komen wel een paar circuits aan waarop uh, wij waarop al te sterk zijn. Ja. Die onze auto veel beter liggen met korte, draaien, korte bochtjes en niet dit soort lange doordraaien. Dus het kan zomaar zijn dat uh, in de titelstrijd, niet voor de titel zelf, maar voor de zegers, uh, Ferrari de komende weken opeens een... Uh, Dark Horse wordt. <laughs> Sorry, <laughs> excuses. Valt helemaal dood. Namens de goede mensen <laughs> Nee, het is leuk om te zien. Ik moet alleen nog even terug naar een Piastri denken. Die, of Piastri, die dan vierde wordt. Eigenlijk had hij gewoon tweede moeten worden. Als je ziet hoe Norris. Ja, zaterdag al. Ja, aan Gort iedereen heeft gereden. Die had gewoon niet zo'n goed weekend, zo eerlijk kunnen we zijn. Nee, op de kwalificatie. Het was een zekere P2. <laughs> Tenminste, hij hoeft alleen nog maar die rondes aan elkaar te knopen. Zeker, ja. En dat deed hij gewoon niet. Nee, dat deed hij niet. En daar ging het mis. Want als hij vandaag als tweede was gestart, uh, was hij waarschijnlijk ook gewoon als tweede geëindigd. Maar ja, dat uh, doet hij niet. Uh, Verstappen profiteert. Ja, wat we net al zeiden. Uh, Norris is... Ze moeten daar Norris gewoon de uitgesproken kopman uh, van gaan maken. Want er waren best wel wat vragen over dit weekend ook aan uh, Andrea Stella. Hè. Hoe gaan jullie dit nou doen hè, in die tweede seizoenshelft? Ja. Uh, die zijn nog steeds van, ja, ik vind niet dat wij in de positie zitten... Om daar überhaupt aan te denken, want we zitten niet eens in de titelstrijd. Nou ja, daar moet hij nu wel van terugkomen. Want als je dit soort dominantie hebt, dan, uh, ja, dan, dan zit je wel degelijk in de titelstrijd. En dat zijn Norris trouwens ook. Ja. Die, uh, die, die, die zei dat donderdag al en die zei vandaag op de persconferentie weer. dat, die, uh, ja, dat uh, Hij bekijkt het wel eens waar, race by race. Uh, maar die titelstrijd zit wel degelijk in zijn hoofd, jazeker. Leuk. Ook alweer een beetje, uh, het, het, die hype die voel ik wel. Ja. Misschien wil ik hem zelf ook heerlijk opkloppen, ja, een maar een ik beetje... heb echt een beetje gewoon het, maar het gevoel. Komt ook omdat het lang geleden is toch wel. Het was al lang geleden dat we überhaupt per circuit uh, een andere favoriet hadden, en ja. nu is ja. ja, en nu hebben we gewoon een titelstrijd, misschien wel, ja. dus dat, dat ja, dat is gewoon, gewoon gaande, zeker. Weet nog over Mercedes hebben, ja, 7 en 8 geworden. Ja, wel in een weekend waarin we wel de meer van iets van verwachten hadden. Ik had ze ook hoog in het GP-spel uh, neergezet, ja. Nou, het was wel leuk, want uh, ik, was, ik was dus net bij, uh, bij Horner en uh, uh, we, we hadden eerder dit weekend uh, of de uh, vrijdag hadden we een uh, sessie met een uh, klein Nederlands uh, clubje uh, met uh, Toto Wolf. Toen ging het ook weer heel erg over stappen en uh, nou ja, die stak ook weer niet onder stoel of banken, dat hij echt geprobeerd heeft om stappen voor 2025 naar binnen te halen, ja. naar Mercedes te halen. Uh, daarna blijkbaar met verstappen samen geconcludeerd dat het komende afgelopen zomer dat dat voor komend jaar niet gaat gebeuren. Um, en Horner, ja, die hoort dat natuurlijk allemaal aan. Die openlijke dingen die Wolf de hele tijd zegt over verstappen. En we uh, horen die, uh, die zei vandaag ook weer van ja. Uh, als ik even kijk op de uitslag, dan zie ik dat uh, Toto's auto, uh, auto's 7 en 8 zijn geworden. Echt? Heeft hij dat echt gezegd? Dat heeft hij echt gezegd. Ja, Ja, <laughs> ja dus het... um, nou ja, dat, dat blijft ook nog wel leuk om te volgen voor de, de komende tijd. Want ja, um, Mercedes. Uh, kijk, als Red Bull de komende tijd niet laat zien aan Verstappen dat ze die ontwikkelingen kunnen maken en die stappen kunnen maken, dan gaat dat hele verhaal van gaat Verstappen tot 2028 bij Red Bulls uh, blijven gaat weer spelen, want 2026 kan er weer wat gebeuren. Ja. En er zijn prestatieclausules vanuit Red Bull, uh, de richting Stappen, waaraan Red Bull moet voldoen. En op dit moment, uh, ik weet niet of ze dat, nou ja, hij wordt nu tweede, maar ik weet niet of ze dat nu doen. En ja, dan kan het zomaar weer gaan spelen. Dus uh, maar ja, dan moet als Toto Wolf en Mercedes uh, uh, en Verstappen met elkaar wil vereniging, dan moet Mercedes beter presteren dan dat ze vandaag deden. Ja. Uh, want het was vandaag gewoon uh, niet goed. En okay. Wolf sprak zich ook nog toch uh, tijdens die sessie? Ja, ja. Kan je ja. moet het even vertellen, want je hebt dan een, een, een sessie met dat tot en al elk jaar, hè? Ja, uh, Zandvoort met Nederlandse. Vorig jaar media. niet, maar het jaar ervoor wel, ja. Ah, ja. ja. Ja, vorig jaar hadden we alleen George Russell, die hadden we nu ook, maar die hadden we nu op uh, donderdag. Maar op vrijdag. Uh, ja, sprak uh, uh, redelijk openlijk over zijn crusduo voor volgend jaar. Mag je hier wel over praten? Want je hebt daarna een mail van Mercedes gehad. <laughs> ja, dat, uh, dat het niet een officiële aankondiging was dat uh, Andrea Kimi Antonelli volgend jaar uh, bij Mercedes rijdt. Maar, maar Toto had het als het over de crusbezetting voor volgend jaar, had toch een aantal keer over George. En Kimi. Hè? Oh, dat is misschien bedoelde niet. Kimi Räikkönen. Ja. Kimi ja. nee. wacht Dat Wacht. Dus hij vertelt in die Nederlandse sessie vertelt hij over George en Kimi. Ja. En je krijgt daarna dus een mailtje van Mercedes van. van dat hey. is geen officiële aankondiging. Oh, nee. oké. Okay. Ja. ja. Dus nou, dat is het dus niet. Dus het is niet officieel bevestigd ja. dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar bij Mercedes rijdt. Maar, maar. Die is vandaag 18 geworden. Volgende week is de Italiaanse Grand Prix. Dus het zou zomaar kunnen dat er dan een bevestiging volgt. En dan weten we wie de creurs zijn volgend jaar bij Mercedes. Ja. Maar als je heel goed geluisterd hebt de afgelopen twee minuten, dan weet je het nu ook al. Het ja. ja. is ook nog eens zo dat Kimi Antonelli uh, de eerste vrije training ook in de Mercedes ja, gaat rijden. In Monza. Dus uh, nou, het uh, all, uh, alles. Uh, we weten gewoon wat er gaat gebeuren daar. En ik zou nu niet meer weten wie er anders in die Mercedes moet rijden. Dus, nee, uh... maar ik dacht wel meteen, Moeke... dan zit Mercedes wel met een probleem. Want volgend jaar gaat Verstappen dus gewoon in de Red Bull rijden. Dat is ook al zo goed als officieel bevestigd inmiddels. Nee, het, het heeft Verstappen had ook gewoon een contract. En dat heeft die ja. in Oostenrijk natuurlijk uh, wel uh, gewoon klippen klaar gezegd. nog eens zeg maar, nu ook zegt Total Wolf... we hebben het opgegeven, ja, we, we dus, kijken verder. Ja. Maar dan heb je dus voor uh, 26, Moeke... of voor 25 dus, heb je George Russell en Kimi Antonelli in die auto. En dan zou je eigenlijk een jaar daarna... Als je verstappen wil, een van die twee eruit moeten gooien. Ja, misschien kan je dan. Uh... Uh, nou, er loopt één contract af dan. Van Russell? Ja. Ja ga dus ja, je Russell, die je jarenlang aan, begeleid hebt... Uh, Russell zelf denkt dat hij Verstappen uh, als teamgenoot zou kunnen verslaan. Ja, dus uh, ja. dat zou voor hem wel een bittere pil zijn. Maar dan, het ligt er ook denk. aan hoe Antonelli gaat, uh, gaat rijpen volgend jaar. Want die is natuurlijk wel echt heel erg jong. Hè? Uh, hij is dus net wat Joost zegt, hij, wordt, uh, hij is nu net 18 geworden dit nou, weekend. 18 geworden, 18 dus hij je hem worden. toch nooit na een jaar er weer uit gooien? Nou, je kan hem toch ook bij... Dan, uh, dan is je klaar uh, ook. Als je hem naar Williams zet, bij wijze ja? van ja? spreken, uitleent. Dat kan toch? Ja, nou ja. Nou goed, dat zie je is, ook met Albon. Die is, uh, dat, dit wordt allemaal wel heel hypothetisch natuurlijk. Ja, het is wel heel veruit. Ik vroeg ik. vooral aan, aan, uh, uh, aan uh, Toto van uh, dit scenario wat jij net beschrijft. Stel Red Bull volgt, uh, uh, valt volgend jaar weer tegen. En Verstappen komt inderdaad in 2026 vrij. En uh, Mercedes heeft net ingezet op het duo George en die nog nader te bevestigen Kimi Antonelli. Raiko, ja. 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 <laughs> Dan, en Verstappen <laughs> gaat naar een ander team. Dan zou Wolf zich natuurlijk de haren uit het hoofd trekken. Dat hij naar Aston Martin gaat. Of ik weet maar waar hij. Ja, naar Sauber. Ja. Uh, het, zou, het zou allemaal kunnen. Weet je wel. Je, Want het... natuurlijk zet je stappen in de auto van Russell. Ja. Nou ja, dan zou hij toch wel. Haar, dan ben je zo lang bezig om stappen naar je team te halen. En dan doe je dat niet voor het jaar. En dan het jaar daarna gaat hij naar een ander team. Ja. Maar nee, ja, daar gereageerde natuurlijk op van. Nee, ja, ik, als wij gewoon door kunnen met, uh, met George. en... Te nog te bevestigen tweede coureur die misschien wel de naam Andrea Kimi Antonelli draagt. Dan, <laughs> dan zijn we daar ook gewoon heel erg blij mee. Dus uh, ja. Ja. we zijn bang voor boetes, hè, voor Mercedes. Nee hoor. Nee. <laughs> nee, ja, Interessante ontwikkeling wel weer. Uh, ja, er was ook nog een gesprek. Vermoedelijk, hè, tussen Total Wolf en, uh, en Verstappen voor de, voor de zomerstop. Maar daar wist Verstappen niks meer van. hè? Nee, maar dat. Uh, nee, goed, uh, dat. Uh... Blijkbaar is er overleg geweest, maar dat zegt, uh, zei Toto Wolf ook de hele tijd. Uh, ik zit altijd, wij noemen hem eigenlijk nooit Wolf. We noemen hem altijd nee. Toto. Dus, in Toto. Ik zit, uh, hoe moet ik hem noemen? Toto, dat zei hij ook. Van uh, Dat hij altijd gewoon uh, rechthoer recht uit praat met Jos en uh, Raymond van Meulen en Max. Dus uh, daar ja. werd TTV-dress ook niet zo geheimzinnig over. Nee, nee. oké, okay. nou dat, uh, dat gaan we ook allemaal in de gaten houden natuurlijk. <laughs> ja. uh, ik kan het net even over het, uh, het nu.nl GP-spel. Zullen we daar eens even naar kijken wie de grote weekwinnaar is geworden? Ik heb alvast even gespikt wie het is geworden. Uh, het antwoord is Milan Hansen. Gefeliciteerd. Dat is leuk. Maar ik, zit, ik zat even te kijken, want prima, weet je wel, dat je, dat je de beste bent en goed gedaan. Maar hij had dus alles goed. Dat vind ik, dat vind ik echt krankzinnig. Oh, kwalificatie, ja. kwalificatie en race. Kwalificatie en race. Dat hij gewoon alle posities goed. Dus Zelfs de kleur op het podium. Hè? Ja, dat vind ik En dus buiten dus gek. de top drie starten. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Dus dan heb je Piastri op het podium voor de kwalificatie. En Dan denk je toch? Nee, dat, nee toch? Die Ferrari heeft ja, meer nou, race de McLaren. Ja, het een tot ook wel een keertje invullen. Dat is <laughs> ja, is waanzinnig. Ja, maar de, ja, de, de, ja, de winnaar heeft altijd gelijk, maar ik vind het toch een wonderlijke voorspelling. Ja, in ieder dan... geval zeker. ja. 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 Uh, Milan Hansen, um, ja, <laughs> wat willen we mee eigenlijk? Nou ja, we hebben we nog een evenementje aan te kondigen? <laughs> nog niet? Nee, nog niet. Hè? Nee. Maar uh, ja, ik denk dat mensen helemaal gek van ons worden als we weer een evenement aankondigen. Ja, we maar... gaan niet weer over de theatershow. <laughs> nee. Dat weten we nou wel. Maar, maar... krijgen we <laughs> nog we hebben nog prijsjes? Nee, ja, ik zou als, als ik Milan Hansen was, zou ik toch even mailen naar uh, naar uh, podcastemail.nl. Podcast. Ja, ja. Wie weet, weet het voor van het jaar. En houdt het goed iets. Ja, zeker. Dit komt, krijgt, goed. Uh, ja. dit komt vast goed. Ja, dit, 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 goed. dit komt. Ja. helemaal goed. Nou, ja. Dan gaan we toewerken naar uh, de Grand Prix van um, uh, Italië op Monza. Leuk. Ja, zeker. Altijd leuk om, eh, om woensdag weer in de auto. Kun je naartoe rijden? Ja, kan dat? Ja, zeker. Het is dus, dus, duizend kilometer, uh, ah, dus één dagje. Nadat ik de afgelopen dagen al Moeke heb gechauffeurd, uh, mag ik woensdag uh, weer in de auto. Ja, mooi. <laughs> ja. ja, ik, uh, ja. ik, moet, uh, ik zou de dubbelheader toch niet uh, goed trekken, denk ik. Nee, nee Moeke is nu al moe. Ja. Ja. Moeke is uh, low stamina, zeggen we wel eens. Ja, zeker. <laughs> ja. <laughs> ja. Hij zelf ook niet <laughs> eens. <laughs> Wat heb je nou zoveel meegemaakt dit weekend? Want als we toch even over een stukje couleur lokaal hebben. Het leven van een Formule journalist op Zandvoort. Nou, maak je dan dat's... dingen mee? Uh, nou, van alles. Met, met Joost is het natuurlijk gezellig. Hè? Met, je, met jou uh, twee dagen. Gelukkig dat je dat uh, te wijzen. Ja, nee, het, uh, nee. Iedere dag opgehaald door Joost in Alkmaar. Ook heerlijk uh, onderweg uh, gezellig. En verder. Rijdt hij goed dan, Joost? Hoe gaat dat dan? <laughs> want ik, ik, uh, ik, nou, ik heb ik niet jullie... om te zeggen, want uh, Joost's vader die wordt kwaad op mij als, uh, als ik uh, over Joost's uh, rijkunsten begin. Uh, maar dus, uh... even de feiten. Ik heb met jullie een kwartier geweld op zaterdag en jullie hadden twee keer bijna een ongeluk. Ja, we hadden ah, twee dat keer bijna een ongeluk. Je, je, dat is echt gewoon niet... Het op ah, die dus... bijna ongeluk, maar het uh, Je wel... Er je gebeurde je wel dingen. Links Kijk, ik, keer keer het, ik neem het weer. hier even over. Je hebt hier te maken met de grootste overdrijver van het Oostelijke halfrond. Die Hoezo? zit hier, Patrick Moeken. En, en iemand die heel graag wil dat ik ongelukken veroorzaak, <laughs> blijkbaar. Dat ben jij. En jullie gaan dan met z'n tweeën praten over mijn rijgedrag. Waar jij zelf niet bij was. En dan Moeken ja, moet maar, dan maar, je weet, ik dan beschrijven. Ik weet, ook hangden aan de telefoon. En dan is het van... En daar was niks aan de hand. Gewoon onzin. Keertje een overweging moest het doorreed. Wat heuveltje op dat die auto wel, uh, tegenkwam. Ja, maar dat zijn allemaal van die kleine dingen die, <laughs> ja. er, die iedereen meemaakt op de, op de weg. En mag je er verder aan herinneren dat ik deze zomer al heel Europa doorgekost ben zonder ook maar een, een kiezel te raken. Ja, het feit ja. dat je je zo moet verdedigen zegt ook al veel. Ja, eigenlijk. nou ja, ja ik ja, ja. wil toch proberen om iets van mijn reputatie heel te houden. Maar, ja, ik ben wel ik ben heel blij <laughs> ik dat heb, ik zo Joost mee, een, mee nee, Ja, precies. Uh, ja. je mag straks ja. lekker met de ja, trein ja, naar huis. <laughs> ik voel het ja. bij wel Loop maar naar ja. station Zandvoort. Jij mag wel naar huis. Ik mag wel naar huis, ja. Maar er is ook iemand die blijft hier. Team Haas. Ja, ja ik. Uh, volgens mij is uh, de gecommuniceerde vanuit Haas, even voor de duidelijkheid, dat gaat over de Uralkali kwestie. Ja. Uralkali was natuurlijk bedrijf waar de uh, familie Maaserpin uh, uh, mee te maken heeft. Um, de Russische familie. De Russische familie van Maaserpin. Nikita Maaserpin die uh, in 2022 nog bij uh, Haas zou rijden. Toen stond Uralkali ook op de auto. Alleen ja. toen. ...bedacht Vladimir Poetin dat het toch een goed idee was om uh, Oekraïne aan te vallen. En oh. sindsdien is uh, Rusland natuurlijk uh, als land persona... Hoe zeg je dat dan? Persona, niet persona non grata, <laughs> maar uh, uh, land non grata Oeg. binnen de Formule 1. Ja. En uh, Mazepin ook. En Urukali natuurlijk ook. Ja. Alleen, uh, ja, die, de, die hebben natuurlijk betaald voor sponsoruitingen waar Haas niet aan heeft voldaan. Uh, want die moesten van de auto af. Uh, want de Formule 1 vond het natuurlijk, uh, die wilden ze zo snel mogelijk elke ja. vorm van Rusland uit de Formule 1 hebben. En ja, die stonden in principe gewoon in hun recht blijkbaar. Want die kregen nog 9 miljoen terug van Haas. En dat heeft zo lang doorgesleept dat nu hier de spullen in Zandvoort van Haas... door een advocaat of nou, die zijn uh, dus beslag opgelegd... dat ze niet het land uit mochten totdat er 9 miljoen betaald is vanuit Haas richting Urukali. Haas zegt dat dat is... Gedaan, maar het is nog wachten op de betalingsbevestiging of zo. Dus ja, en dat zou er... Maar er is dus een inval geweest. hè, ja. donderdagavond in de pedok. Ja, dat is wel bizar. Ja. De Nederlandse politie en uh, Nederlandse deurwaarders. die een invent inventarisatie hebben gedaan van alle spullen van Haas. Dus uh, ja. Wel vet als je dan nou zo'n politieagent bent. en dan toch even snuffelen bij die auto's. <laughs> Kijken wat er allemaal te vinden is. Ah, ja, werk. Ja, nou ja, wel het is wel leuk dat je, dat je dan in de pedok mag zijn. Ja, Ja, ja er zou maar, een, een auto uit 2022 als onderpand uh, dienen, toch? Ik, ik, moet eerlijk, ik, zeg, ik ga nu heel eerlijk zeggen, ik heb net uitgelegd hoe het in elkaar zit, maar ik heb me hier niet echt heel erg mee bezig gehouden dit weekend, moet ik oh, meer. Oh, nee, mee. het is ook niet dus, uh, spannendste verhaal. Nee, maar het ging maar, ook ja, echt ja. Om, de, om de auto's, maar ze, ja. ook de raceauto's mogen het, uh, het, het land niet uit. Ik, bedoel, ik had nog Haas een discussie. Ja. Zeg dus, die hebben ja. dus gezegd dat ze het vrijdag meteen hebben overgemaakt hè, toen, toen ja. dit speelde. Kunnen wij niet controleren, maar we moeten er denk ik wel op vertrouwen. Uh, ja, het staat dus op een bank in het Midden-Oosten. Dat heb ik wel gelezen. Ja. En, en maar, door het weekend heeft het wat vertraagd. Ja, het kost even tijd voordat het arriveert in, uh, in Rusland. per <laughs> Ja, het denk is ik. Ja. Nou, het, het, wordt, het, het wordt problematisch als ze hier morgen nog niet weg kunnen, want dan komen ze logistiek van de knoop ja. voor uh, Monza. Maar uh, de verwachting is dat ze gewoon of vannacht al of morgenochtend weg kunnen hier uh, uit. Ja, waarschijnlijk als deze podcast online staat, dan zijn ze al lang vertrokken. Ik bedacht me wel nog: ze hebben een motor van Ferrari. Mogen, ja, maar dat, dat, dan is, dan niet, dat nee, is niet hun eigen noem. Die motor is van Ferrari. Ja precies, maar ja. dat mag dus mee. Ja je die, de... die motor, die de, ja, ik <laughs> weet niet hoe ze dat doen, maar die motor die we, blijft niet hier, hoor. Denk ook niet dat je daarover ruzie met Ferrari wil maken, want dan heb je al ja, andere, andere nou. tegenstanders dan Haas. Uh, ja. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja. Okay. Uh, nou dat, dat was nog een verhaal. Voor de rest, uh, ja, alleen uh, tot slot dan Logan Sargent is nog een uh, oh, dingetje. Ja. ja. Uh, het laatste wat ik had opgeschreven over. Ja, hij heeft weer een schade gereden. Behoorlijk ook. Behoorlijk. Ik heb uh, de echt een spectaculaire uh, crash. De bronvlaag heb ik nog in mijn neus hangen. Want ik stond uh, in de Hugenotsbocht op dat moment. Oh ja. En uh, die kant op, uh, op uh, gesneld. En uh, daarom om even wat foto's te maken voor het live blog. Waar Moek er uiteindelijk maar één van gebruikt heeft. Maar dat uh, ik heb, de hele tijd, heb ik de hoofdfoto aangepast. En, uh, <laughs> Sta je daar, uh, allemaal foto's vanuit alle hoeken in stonden te maken. En dan kijk je later in het liveblog en dan, uh, dan denk je... Goh, nu was ik de razende reporter. En dan staat er gewoon eentje. <laughs> ja, maakt niet uit. En uh, <laughs> daar... Uh, maar sorry, ja was flink klap. Hij moest heel veel bijkomen. Hij was oké, okay, maar hij stond wel even zo op de, uh, op de vangrail uh, gebogen. Zo van, uh, poeh. Dus, uh, ik vond het ook lang inmiddels toch gewoon... Ja, hij, is, hij crasht vaker. Dus het, het moet ja. wennen op een bepaalde ja. manier. Hij weet toch hoe die draait? moet. Het nee, is een domme fout. We zagen het allemaal meteen. Dat hij reed niet een beetje over het gras, maar echt met ja. meer dan een wiel. Ja, was en een, uh, ja, was het, was een, is not, het is nat, het is gewoon. Kan niet moet toch niet? Nee. Ja. Nee. Jullie hebben het vaak over je over het computerspelletje voor jullie spelen, maar dan doe je dat ook niet. Ja, nou, nee, maar dan kom je er nog mee weg. dan kom je er nog mee ja? weg. Ik moet wel zeggen, ik heb gelachen om de geruchten, want. Daarna hebben we natuurlijk gesproken dat uh, James Fowles alweer gezien uh, bij Mercedes, bij Red Bull, om dat soort dingen. sorry. James Fowles hield, want uh, Alexander Album werd daarna natuurlijk ook nog gediskwalificeerd, ja, omdat zijn vloeren te groot waren. En daarna stuurde James Fowles een, vid een video rond. Video-files? Al... Ja, video-files. Uh, het leek alsof hij de, 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 een soort staatsbegrafenis ging aankondigen. Echt helemaal. Uh, uh, nou, alsof hij de dood van de koning bekend maakte, zeg maar. Oh ja. Dat ja, dat het was niet, geen leuke dag voor Williams, maar uiteindelijk uh, ja, hij deed heel serieus daarin. die uh, oh. hele rare toon. Maar goed, hij staat op, uh, ook op de Twitter van, van en Instagram volgens mij van uh, van uh, Williams, dus dan moeten mensen maar even kijken. Maar er zijn geruchten hè, dat uh, dat Sergeant dus moet vrezen voor zijn positie. Ja, oh, oh er Ja, hij is hij hier actief al kwijt, maar ja. in Monza al komende ja. week. Ja, en we hebben, wie Williams' zijn naam wordt dan genoemd. Mick Schumacher. Mick Schumacher? <laughs> ja, maar ja. ik dacht even, we zullen dus Logan Sargent vervangen omdat hij te veel schade rijdt. En dan kom je met Mick Schumacher. Waarvan ja, ik... we allemaal hebben gezegd: die rijdt pas veel schade. Ja, dat is ook niet echt een solide vervanger. Monaco, uh, uh, Jeddah hebben we gezien. Ja. Ik vind uh, Schumacher nog steeds erg onderschat. Dus ik uh, vind ook dat hij nog wel een kans verdient. Ja, maar, maar dat is geen goedkope coureur. Die heeft ook zoveel schade gereden in zijn leven. ja. Uh, ja. Ja, ik weet niet. Ik zou ze het niet leuk als Schumacher weer terug. Niet de solide vervanger die je zou verwachten. Nee, nee. precies. Nee. Nee. En maar, er staat volgens mij ook geen enorme prestaties tegenover. Nee, maar volgens mij heeft, is die ook niet meer aan de orde. Want Toto Wolff heeft vanavond gezegd oh. uh, dat, dat Schumacher uh, niet beschikbaar is. Uh, Larsen ze ja. heeft Horner ook nog wat over gezegd. Dat ja, mag ja. wel, toch? Als hij, uh, ja, ja uh, uh, Larsen uh, kan ingezet worden bij Williams. Uh, uh, Horner zei ja, als ze uh, aan onze eisen en verwachtingen voldoen en we hem weer terugkrijgen, dan... Uh, Mag hij daar rijden? Dus, uh. Maar is dat... misschien wel het kan, uh, een risico voor Lossen. Kan er ook goed uitpakken hè, als hij zich opeens heel erg kan meten met Albon. Maar Albon is natuurlijk wel een taai. We allemaal heel hoog zitten. Een taai je. Je iemand <laughs> en... echt tijd om af te sluiten. <laughs> en, nou, dat uh, is wel goed, eigenlijk. ja. En, uh, dus als hij zich daarmee kan meten, dan, dan, dan komt hij er heel sterk uit. Rijdt Albon hem om de oren. Is dat natuurlijk ook weer slecht voor zijn Red Bull-zaken? Want hij werd toch een paar maanden geleden, eigenlijk vorige maand, nog uh, genoemd als potentiële vervanger van Sergio Perez ja want dat is ook want, want nu leeft nog een beetje zo de die mystiek rondom Lawson van nou hij is echt goed maar als je ja, als je toch inderdaad tegenvalt in ja. de Williams nee dan moet hij moet eigenlijk nooit meer rijden dan dachten zo die was goed ja. Ja, uh, maar oprecht wat vorig ja, jaar Sandford was hij natuurlijk moet ook gewoon geweldig. rijden als hij nu de kans krijgt om in de Williams te stappen moet hij dat gewoon ja. doen tuurlijk hij die doet het al gauw beter dan Sargent en ja. hij is uiteindelijk de vervanger van Sargent hij is niet iemand die nee, uh, Albon uh, nee, daarmee moet is, bedrijven Albon ligt al uh, vast voor volgend jaar en die zit gewoon naar science volgend jaar. En als Larsen nu een paar races kan laten zien. dat hij toch echt wel veel beter is dan Logan Sargent. en in de buurt komt van Albon. dan doet hij het al hartstikke goed. Ja. En waarom dan? Want het is. Uh, Mercedes heeft natuurlijk een samenwerking ermee. met de motor, met Williams. Waarom stop je dan niet gewoon Kimi Antonelli erin? Um, dat is een goede vraag. Leek me eigenlijk heel logisch. Maar. Ja. logischer dan Larsen. Nou, als je het nou hebt over afbreukrisico. dan vind ik dat nog wel. misschien nog wel groter dan Larsen, eerlijk gezegd. Dat snap ik. Ja. Ja. Nee, lang uh, Williams. Anthony moet gewoon zijn, zijn Formule 2 seizoen afmaken. En dat ja, Wolf uh, ook alweer ontkent, toch? Dat Antonelli het zou worden? Omdat ze ook met hem weer een plan hadden. Ja, oh, ik, ja Die, die wordt gewoon voorbereid bold, voor uh, maar... datgene wat nog bevestigd moet worden. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dit zijn een beetje de allerlaatste dingetjes. Uh, de Losse eindjes. De losse eindjes. Ja. ja. Al met al, leuk weekend. Lekker houden op die kalender. Norris uh, ja, zorgt voor uh, Paniek in de tent bij Red Bull. Ja. Ook al zeggen ze zelf van niet. Nee, dat uh, zeg, we zeggen we van wel. Ja, of Verstappen wil het dan in ieder geval. In paniek wel, Nee, paniek wel is wel hoor. Ja, na ja, paniek, alarmbellen, zorgen, geef het een naam. Uh, het heeft wat gedaan. Het heeft wat losgemaakt bij dat boel in ieder geval. Maar leuk weekend volgende week. Dat uh, Als McLaren daar weer wint. Dat ziet er heel goed voor zijn. uit. Nou, en daarvoor moeten we, moet je gewoon weer de vooruitblik gaan luisteren op de Grand Prix van Italië. Als die, nemen, de... we, die nemen we dinsdag al op. Ja, met z'n tweeën, geloof ik. Ja, jij ja, bent ja, er nog niet. Uh, ik ben, ben er even niet. Misschien kunnen we op in nog strikken. Ja. Ja, het zou wel mooi zijn. En dan, uh, dan gaan we het allemaal meemaken. allemaal. Dank jullie wel. Uh, voor de mensen die nog vragen hebben voor een latere grote QA, ja, kan je natuurlijk mailen naar podcast.nu.nl. Ook nog vragen die blijven hangen rondom deze Grand Prix. Ja, voor de rest, uh, vergeet niet te abonneren. En uh, ja, wees er vooral woensdag dus weer bij bij de vrijblik op die Grand Prix. Waarin het moet gebeuren voor Red Bull en voor Max. Het is nu Menus. Het is nu Menus. Ja. <laughs> mooi. Mannen, dank jullie wel. En tot de volgende. Dag. Doei Doei. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute tifosi!